Amazone die met het team die prachtige gouden medaille wist te behalen op de World Equestrian Games in Tryon afgelopen jaar. Sonnevoets met het paard Demantour, RS2 en OP, dat achtervoegsel. Dat betekent dat het paard is vastgelegd door de Stichting Nederlands Olympiadepaard. We gaan kijken naar de proef van de Nederlandse Amazone Sonnevoets. Demantour RS2 en OP. Voor Glasten Krapels met Visconti hebben we inmiddels het voorlopige resultaat. Een score van 68,75%. Glasten Krapels, definitieve resultaat volgt na de proef van Sonnevoets.
Het applaus voor Sannevoet. Ja, prachtige prof met haar paard Demantour RS2 en OP. Dan heb ik voor u de definitieve score voor Glaston Krapels met Wisconti. 68,75.